ben ik begonnen met die bloeiende landschappen. Dat je een soort, nou ja, je komt bijna de lente binnen. Dus het is hier ja, ik voel me hier vrij aangenaam. En het tweede deel, die ruimte hierna, dan zie je meer die winterlandschappen. En daar wordt het toch wat anders van sfeer. En sommige aangenaam, sommige wat ongemakkelijk. Dat je een gevoel van onbehagen bij sommige schilderijen krijgt. Die zwembadtaferelen heb ik dat toch wel. Dat die kruizen zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Dat je denkt, wat is hier aan de hand? En daar speelt die verlatenheid van die schilderij een nog grotere rol. Dat de verlatenheid ja, op je afkomt en dat het bijna beklemmend wordt. En dan ga je vervolgens naar het werk van Diane. En ja, wat toch een heftigheid heeft, omdat dat een thematiek behelst die gaat over hele actuele zaken. Ik wil iets overbrengen wat ik zie als ik naar dingen kijk die jullie ook zien. Als je gewoon, tenminste als je zal opletten. Ik krijg heel vaak reacties van mensen van, hé, is dat daar en daar? Of, dan kijken ze er in één keer heel raar tegenaan. Hè? Dan herkennen ze het amper. Of het is juist dat het je in één keer opvalt. Hè? Van dingen waar je gewoon normaal gesproken aan voorbij gaat. Ik noem het ook een beetje de muurbloempjes van het dagelijks leven. Die hebben zo'n aandoenlijke schoonheid soms in zich. En die wil ik eigenlijk een beetje voor het voetlicht brengen. Ik hou ervan van die onaffe verhalen waar je gewoon... Ja, waar iedereen iets... Ik heb ook een hekel aan als dingen uitgelegd worden. Maak het voor mij niet stuk, zeg maar. Ik wil mijn verhaal kunnen bedenken erbij, weet je wel. Ik denk dat voor heel veel kunstenaars geldt dat ze als kind al heel fantasierijk waren. Dat geldt voor mij in ieder geval. En ik ben altijd dol geweest op verhalen. En het mooiste is een verhaal waar je halverwege in komt. En dat je denkt, waar ben ik? Wat gebeurt hier? En dat moment vind ik het spannendst om dat gevoel zeg maar, in een schilderij te leggen. Wat ik hier zo goed aan het werk vind, is dat het is realistisch op het eerste oog. Maar als je zo'n schilderij nadert, dan zie je dat met elke vierkante centimeter gewerkt is. Je ziet penseelveegjes, je ziet hier eens een keer een uitschieter. Dus het is een hele mooie balans van werken naar de realiteit en het schilderkunstige vakmanschap. Maar ook hier weer inhoudelijk. Het heeft altijd dat een zweem van geheimzinnigheid, licht onbehagen, ongemak ligt altijd op de loer. Je ziet een bepaalde plek, kom je onderweg ergens tegen, op je fiets, en dan denk je... Of in de trein, helaas, en dan kan je er minder goed naar terugkeren, en dan weet je niet, waar ben ik eigenlijk, weet je wel, tussen de stations in. En dan denk je van, wat een rare plek. Ja, wat een rare plek, wat of van, wauw, wat is hier, dat is dan soms ook gewoon de elementen, het seizoen, het licht. En wat doe je dan? Foto's, meerdere, ja. En als je dan aan het schilderen bent, pas dan wordt duidelijk van wat heeft dat beeld dan nodig. Dan wordt op het allerlaatste moment, als je die neemt bijvoorbeeld, die is van A tot Z gecomponeerd. Die toon doet alles, dat licht doet alles. Daarmee vertel je ook eigenlijk het verhaal. Heel veel mensen zijn enorm geraakt door het werk. En als hij ze daarna belt, van wat vond je er nou eigenlijk van? Dat ze dan zeggen, ja,
Ik weet niet wat het is, maar het spookt nog steeds door mijn hoofd. Dat vond ik zo grappig. Ja, ja, dat is toch mooi. Dat heb ik zelf ook. Als ik naar een tentoonstelling ga en ik word geraakt door iets wat ik zie. En dat blijft in mijn hoofd. En dat wordt als het ware een filter voor je eigen werkelijkheid die je om je heen ziet. Hè. Ik bedoel, als je in de trein stapt en denk ik, hey, dat doet me denken aan die en die schilder. Nou, dat vind ik altijd vind ik heel bijzonder. Dat is wat je wil als je naar kunst kijkt. Of ook als je een mooie roman hebt gelezen, dat dan nog heel lang nagalmt.